en er zit weer een fruitjeseend erop. Gisteren niks. En nu weer wel. Dus ik weet nou niet of het nest blijvend is voor deze eend. Of dat ze gewoon lekker ligt. Dat kan ook nog. Ja. Zonder streep, hè? Nou niet op schoot. Nee, want vrouwtje die moet zo eerst even wat doen en dan ga ik met mij slopen. Ja! Echt waar. Ja, een lampenkappie. Maar in ieder geval, ik moet nog lippenstift op doen, maar ik moet nog naar de wc. Want er staat een ander op de wc en dat was onze Willy. En ik heb lippenstift op de wc staan. De rest heb ik boven, mijn lippenstiften. Een paar maar heb ik op de wc staan. Bij de wc, in de wc. Ja, op een plankje, onder de spiegel. We hebben koffie gehad, dus helemaal top. Ja, ik ga zo met de meisjes lopen, maar ik ga zelf ook even wat doen op de wc. En dan even een stiftje langs. En dan zijn wij ook weer klaar voor de dag. Tenminste, de dag is al heel lang bezig, want het is al bijna 2:30. En het is vandaag donderdag, de 6e van de 6e 2024. Dat maakt ook samen 6. Ja. 2 en 4, hè? 24 is ook 6. Dus 3 maal 6. Beetje genoeg, mag ik hopen. Voor de wakkeren onder ons, denk ik wel. Ja, en een heel leuk filmpje op TikTok. En die heeft groot gelijk. Want ja, het is spiegelbeeld, hè? Met als je al gaat kiezen, te gaat stemmen. Je geeft je stem eigenlijk weg aan, ja, aan die lui en die kijken wel, die gaan gewoon kijken wat ze met jouw stem gaan doen. Ja, nou, ik zeg, ik twijfel nog steeds van wel of niet. Helpt het als ik ga stemmen? Nee, want ze doen toch hun eigen gang. Dus ja. Je kan beter eigenlijk niet gaan dan wel. Maar in ieder geval, ik heb het ook te druk. Maar ja, ik moet 2 vlogs in elkaar zetten en het liefst eigenlijk meer. Dus, maar ja, we zien wel hoe en wat. Als je gaat stemmen, ja. Waarom? Ik zou het niet weten, want ze doen toch wat ze zelf willen. Ja, zo denk ik erover. En of het nou wel gaat of niet gaan, ze gaan trekken toch hun eigen lijn. En dus ja. Maar in ieder geval ook nog welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Dat vergeet ik helemaal, ja. Omdat ik even wat anders begon. Maar dat maakt niet uit. Nogmaals, welkom. Ja. En mijn meisjes die wilden graag uit, dus dat gaan we ook lekker doen. Het is mooi weer, dus het wordt een dunnere jas aan. Ik hoef niet meer winterjas aan, dus die hangen we even op de kapstok. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, want het is 16 graden daar. Waar is mijn telefoon? Daar. Even wachten. Even kijken wat die zegt. Daar naartoe. Ik wou net zeggen, zo ja, zweeft de luchtballonnetje in. Het is 16 graden en het voelt als 14. Nou, ik doe nog een vest onder, dus ja, dat dus. Dus dat. En daar staat ook 16 graden, maar ja, lichte regen, waar?
Het zonnetje schijnt en de lucht is blauw. Hoe dan? Lichte regen. Draadje los bij die lui. Echt. Meerdere dan één. Echt wel. Maar ook daar zal ik de wandelapp zo vast opzetten. En ja, we kunnen ons straks gaan met die banaan. Ik zou zeggen, geniet ze van alles. Want het is hier tenminste prachtig mooi weer. En ik weet niet of het bij jullie is. Maar als het mooi weer is, geniet ervan. Ja, doe je ding. Ga gewoon leuke dingen doen. En laat dat stemmen maar voorbij gaan. Want ze doen toch wat ze zelf willen. Ik zou zeggen, tot later. Die ligt lekker te snurken. In te slapen, de bank is lekker schoon. Zal ik de kussens even goed gaan leggen voor jou? Kom maar. Kom dan. Zo, ja. Dan kan die ook goed leggen. Zo, hè. Ja, hè. Ja, meisje. De mand is leeg. Want daar zit ze. Ja, die tas die moet ook eigenlijk nodig naar boven. Dan komt ook nog wel. Als de tijd er rijp voor is. Die handdoek ook. En die laken ook. Moet ook naar boven. Ja. Vergeet ik iedere keer. Zit je daar te bewegen en te doen. En Kandalf is naar boven. En Willy is al naar huis. En die heeft er zomaar de kopje laten staan. Dat doet ze anders ook nooit. Dus die brengen we ook even weg. Ja. En mijn rollator die staat verkeerd, zie ik. Dus ja, het zijn allemaal van die kleine dingetjes, daar ken ik mij aan ergeren. En dat is dan weer net dat kleine stukje autisme wat iedereen in zich heeft. Want zet dat dan weer even goed neer, gewoon zo. Dat hoeft niet zo tussen die stoelen in. En deze stoel die staat ook verkeerd. Die moet een beetje schuiner, vind ik. En dan meer naar de rollator toe. Zo. Want anders kan ik er niet door. Ja, dat dus. Nou, zit je er lekker bij, tante? Wie wil er een koekie? Wie wil er een koekie? Wil je een koekje hebben? Wil je een koekje hebben? Wil Rijka ook een koekie? Rijka? Koekie? Rijka koekie? Ja, toen zaten we nog wel meer met het licht. Nou, het valt een beetje mee. Rijka, kom dan. Rijka, moet je dan nog een koekie hebben of niet? Hé, kom dan. Op de bank. Ga op de bank. Ga daar, kom, kom, hier. Ja. Ja. Hallo, kleine balk. Hallo, kleine balk. Lekker, hè. Jullie mogen ook wel eens gewend worden, hè, meisjes. Ja. Jullie zijn zo lief, hè. Ja, echt wel. Die twee zijn vandaag weer zo ontzettend lief. Hé? Ja, mijn meisjes. Hé? Ja, mijn meisjes. Kikkerbal, ja, ja. Maar in ieder geval, ja, lieve vrienden. Ik zal hem even weer goed draaien, zo. Ik ben met een vlog bezig van Karin en dat is de laatste vlog. Dus ja, ik weet niet of we nog meer vanaf die kant ingaan. Ja, ik weet het niet. Nee, ik heb geen vlogs meer naar deze van haar. Dus of Roderick mij nog doorstuurt, ik weet het niet. Nee, geen verstand van. Dus,
Maar, ach ja, dan app ik hem wel even van, zijn er nog vlogs die gedaan moeten worden, want ik heb de laatste. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet verder van deze mooie dag. Want dit hebben we weer in de pocket. Prachtig mooi weer. Ja, dus ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Zijn jullie lief? Nou, wat gaan we zo doen? Lopen? Gaan we zo'n loopje doen? Ja. Gaan we zo lopen? Ja, gaan we lopen? Gaan we lopen dan? Oh, even uitrekken, hè. Oei, 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 oei. Gaan we lekker lopen zo meteen? Ja? Gaan we zo meteen lekker lopen? Ja. Ja, dat dus. We gaan zo lekker lopen. Ik heb de vlog van Karin lekker helemaal al klaar. Die staat al op YouTube. En ik heb zelfs mijn spel al gedaan. En ik heb straks de tijd voor mijn eigen vlog. Ja, helemaal goed. En ik ga eten. Maar dat eten is al klaar. Hoef ik alleen maar op te warmen en op te eten. Ja. En ik doe het niet in de magnetron. Nee, ik doe het gewoon op de kookplaat. Koken, tenminste even opwarmen. En lekker mijn vleesje opwarmen. Mijn groente opwarmen. En klaar is het. Dus we gaan nu lekker eventjes lekker de rot op. En ik ben moe. En waarvan weet ik niet. En ik heb lichte hoofdpijn uit mijn nek vandaag. Ja, maar dat komt ook omdat ik bezig ben geweest. En ik was even intens bezig. En ik denk dat frisse lucht wel goed zal doen. Ook heb ik telefoon gehad van onze lieftallige Mary. Ja, 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 ja. Ze was weer in de eter. Ik heb er even een foto doorgestuurd van een persoon. Nou ja, die kan ik wel schieten. Ja, die, nou ja, die moet ik niet. En dat weet ze dan dus goed. Ja. En die foto gooi ik straks weg. Ik heb hem, ik had hem speciaal voor haar even bewaard. Want hij komt ook in mijn vlog voor. Ja. Ik kan er niks aan doen. Moet hij me niet voor me eens lopen als ik buiten ben. Ja, in de stad. Ja, met de dag van de muziek was dat. Ja, die komt morgen. Nee, vandaag is die online gekomen. Ja, die ga ik straks ook nog delen. Ja, ga ik weer eventjes delen. Helemaal geweldig. Dus ja, wij gaan even naar buiten. Ik zal eerst naar het kleine kamertje en dan gaan we lekker naar buiten genieten. Het is 14 graden, zeggen ze daar op dat ding. Daar ook. Hier ook. Kijken of we ook nog een gevoel hebben. Ja, het voelt als 13. Ik bedoel, het is weer tegen de winter, tenminste tegen de winter, tegen de avond wil ik zeggen. Gewoon weer een dikke jas aan. Ja, ik hoef het niet koud te hebben, want ik heb het al koud. Ja, maar ja, 14 graden, het voelt als 13. Dus dat dus. Helemaal geweldig. Maar het is nog wel steeds prachtig mooi weer. En dat hebben we gewoon vandaag in de pocket. Het is maar afwachten wat voor weer we morgen weer krijgen uit haar vandaan. Want dat weet je niet. Nee. En dus morgen kunnen we wel weer een deken over ons heen krijgen. Je weet het niet, hè? Nee. Dus dat dus. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon weer van alles en verder de rest. En ja, smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond geweest. Wat moet ik nog meer zeggen? Ja, meer valt er niet te zeggen. Ik hoop gewoon dat jullie gelukkig mogen zijn. Ja, en of je gestemd hebt, nou ik hoop van niet, want ze doen er toch hun gang. Want het eten wordt ook weer heel erg duur. Er komt weer zoveel procent bovenop, dus ja. Hoe, wat, breekt me de bek niet open. En dan gaat het wel gewoon. Dus ik zeg het, tot later. Ja, en er zit weer een vrouwtjeseenter op. Gisteren niks. Oh, en nu weer wel. Dus ik weet nou niet of het een nest blijvend is voor deze eend. Of dat ze gewoon lekker lichter is. Dat kan ook nog. Ja, je weet het niet, hè.
Nee. Oh. Lekker de meiden bij me. Rijka en Elwin, blijf. Dus ja, leuk hè. We wachten het gewoon weer af, zeg maar. Ja, toch? Ja. Kijk, er zit nog een beweging in de koppie. Nou, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ja, ik zag een vliegtuig. Zonder streep, hè? En daar is die weer. Ik kom weer even opzoeken. Ja. Kijk. Kan wel zonder streep, hè? Zien jullie dat? Gewoon zonder streep. Ja? Dus dat. Hoi, meeuwtje. Maar het kan dus wel, ja, echt. Echt. Ga je daar weer liggen? Ja. Prima hoor. Ja hoor, helemaal prima. Helemaal prima. Ja. Ik doe dit even met mijn telefoon, omdat ik beter in kan zoomen vanwege wat ik buiten zag. Ja, ik heb even een paar foto's genomen van een heli. Ook dat. En ik ben bezig. Ja, ik ben nog steeds wat ingezoomd volgens mij. Nee, toch niet. Maar in ieder geval, ik heb de televisie ook aan. Dus ja, we stoppen er weer even mee. Tot later. Nou, lieve vrienden, zoals jullie zien, zijn ze hier ook al met de buitenmuur bezig te betegelen. Daar dus nog niet, maar ook hier moet het dak er nog op hoor. Maar ze zijn al wel bezig. En aan de kant van de dijk, laat me zeggen. Daar zijn ze nog veel verder. Daar zijn ze al tot aan het dak. En het dak, dat moet nog wel dakpan op. Maar het dak zit er al wel verder erop. Enkel de dakpannen nog niet. En de buitenmuur die is dus ook al zo hoog. Maar ja, ik ben ook met de meisjes aan het lopen. Een leuk klaproosje. Maar in ieder geval, ze schieten zo hard op. Daar zijn ze ook al bezig, zie ik. Ja. Maar het gaat een beetje hard. Echt waar. Dus ja, en dan gaan we weer naar huis. We gaan die kant op. Ja. En dus, ik zou zeggen, geniet van alles. Tot later. Ja, onze Elwin die ligt nog lekker op de bank. Televisie is nog aan. Computer is al uit. Hier moeten de lichten nog uit. Maar ik zit nog even te wachten op de kleine meid. Want die wil nog even net buiten toe. Daar staat ze. Moet jij weer naar binnen? Moet jij nog naar buiten, Elwin? Kom maar. Kom. Mag je dan naar buiten? Hi. Hi meisje. Kom je weer naar binnen? Nou dan. Dat mag hoor. Dan gaat die zo vast op vlot van onder. Hé? Ga zo meteen naar bed. Ja? Gaan we strakjes naar bed? Ja? Is dat goed?
Nou, dan doen we dat. Maar in ieder geval, ja. Wij gaan dus naar bed toe. Naar bedje Veren, Laakstraat, nummertje Kussensloop. En ja, vandaag, 7 juni, had mijn mannetje jarig kunnen zijn. Ja. En daar zit ik met mijn gedachten weer bij. Dus of het slapen wordt, ik weet het niet. Ik ben wel moe, maar zit bij daar ook. In de zevende hemel. Bij mijn mannetje. En dus, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal gezond aan jullie bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.